In slaap vallen, tja, het kan iedereen overkomen, maar liefst niet achter je stuur. Toch zijn er nog te veel chauffeurs die gewoon blijven doorrijden, ook al vechten ze tegen die slaap. Onbegrijpelijk, want zo gebeuren er nog te vaak ongevallen en die zijn dikwijls bijzonder ernstig. Ze gebeuren meestal op eentonige wegen, waarbij een auto van de baan geraakt en aan volle snelheid ergens tegen botst. Het Vlaams Gewest en de VSV willen daar iets aan doen en voeren campagne. Slaperigheid aan het stuur is een onderschat probleem. Als je weet dat 1 op de 5 zware ongevallen rechtstreeks te maken hebben met in slaap vallen achter het stuur, ja, dan weet je dat we over een groot verkeersveiligheidsprobleem spreken. Mensen die lange ritten maken, die zijn natuurlijk extra gevoelig voor slaperigheid. Die hebben meer neiging om in slaap te vallen, zeker tegen het einde van de rit aan. Vandaar deze campagne bij het begin van de vakantieuittocht. Mensen die lange ritten maken, slaap goed vooraf. Slaap minstens 8 uur voor je vertrekt. Dat voorkomt dat je tijdens de rit in slaap valt. Word je onderweg toch slaperig, dan is de enige remedie je aan de kant zetten op een veilige plek en even kort dutten. Een kwartiertje is voldoende. Slaap je langer, dan ben je wat suf achteraf. Dus een kwartiertje dutten is voldoende om nadien opnieuw alert de weg op te gaan. We hebben een 6 proefpersonen eigenlijk in een rijsimulator laten rijden, terwijl ze volledig werden uitgerust met sensoren die ook op een fysische manier slaperigheid kunnen meten. En tijdens de rit maten wij een aantal indicatoren van rijgedrag, bijvoorbeeld het slingergedrag binnen het baanvak of het overschrijden bijvoorbeeld van de kantstreep van de witte lijn. De bedoeling is dat je met de auto op vakantie vertrekt en blijft rijden tot je jezelf te slaperig voelt om eigenlijk nog verder te rijden. En? Zwaar. Zwaar, ja. Echt zwaar. Ja, dat laatste euro is echt. Ja. Als we gaan kijken naar de conclusies van het experiment, dan stellen we vast inderdaad dat naarmate het experiment vordert, hun rijvastheid afneemt en er dus toch wel significante effecten zijn op verkeersveiligheid. Wat bovendien interessant is, is dat mensen hun eigen rijvaardigheid tijdens het slaperig zijn overschatten. Men blijft eigenlijk langer doorrijden dan dat eigenlijk veilig is. Je hebt 4 uur gereden in totaal, maar als we de hersenactiviteit in detail bekijken, hebben we gezien dat je na 14 minuten al een microslaap vertoonde. Dus op dat ogenblik ben je helemaal niet alert. Als je hier naar deze bolletjes kijkt, dat zijn eigenlijk allemaal punten waarop je even de kantstreep van de weg hebt overschreden. In totaal toch meer dan 30 keer, wat je duidelijk zelf niet had verwacht. Nee, absoluut niet. Ben ik toch wel geschokt. Een aantal keer heb je echt zo'n gap eigenlijk in je alertheid. Dat toont aan dat er gevaar van overschatting van je eigen kunnen is. Je bent aan het staren. Dan kunnen we toch concluderen dat je langer bent doorgereden dan dat wij verstandig zouden vinden. Eigenlijk was dat een moment om te stoppen, maar ik heb niet gedaan. Ben je onder de indruk? Ja. Dan zien we dat je zodanig ver buiten je rijstrook bent afgeweken dat je effectief een aanrijding hebt gehad. Hè? Zo'n crash wil je in het echte leven meemaken. Geef slaperigheid geen kans, want het is een echte killer in het verkeer. Het is al even gevaarlijk als rijden onder invloed. En het risico op een ernstig ongeval wordt maar liefst 4 tot 6 keer groter dan wanneer je klaar wakker bent. Kruip dus zeker zelf niet meer achter je stuur wanneer je voelt dat je slaperig bent. En gebeurt het tijdens het rijden, zet je dan zo vlug mogelijk op een veilige plek aan de kant en doe een dutje van maximum een kwartier, 20 minuten. En dan zo met z'n allen. Zonder ongevallen.